Goeiedag. Er is de afgelopen dagen weer veel sneeuw gevallen in de Alpen. En we kregen ook weer mooie plaatjes binnen, zoals hier achter me. Ja, de sneeuw die viel behoorlijk uit de lucht en het zorgde voor echt wel mooie winterse taferelen. En ja, omdat er zoveel sneeuw viel in vooral Oostenrijk, maar ook Zwitserland, als ook Zuid-Duitsland, ja, hebben de bomen zoals hier achter me best wel zwaar. Er zijn ook meldingen binnengekomen van afgesloten wegen door bomen die omvielen. En ja, de sneeuw zorgde dus ook echt wel voor ellende. Maar op de pistes is het echt waanzinnig op dit moment. We krijgen echt mooie plaatjes binnen van ja, nog vrij rustige pistes en veel poedersneeuw, zoals hier achter me in Vlachau. En wat verder opvalt is dat vooral hier op het huis, hier beneden, echt wel minimaal 1,5 meter sneeuw moet liggen. Dus ja, het wintersportseizoen is echt bijzonder goed begonnen dit jaar. Eigenlijk is het de beste start sinds 2005 op de meeste plaatsen. Nou, als we even kijken naar hoeveel sneeuw er dan nu gevallen is tot nu toe, dan zien we eigenlijk over die hele Alpenboog hele mooie waardes. We beginnen in Zuid-Frankrijk of in de Franse Alpen. Veelal een meter op de hogere toppen. Dat lokaal zelfs 1,5 meter of 2,5 meter bij de Mont Blanc. Ja, en in Zwitserland zijn die hoeveelheden ook vrij hoog. Tot in de dalen ligt er soms al 1,5 meter sneeuw. En ja, ook Oostenrijk ziet er echt goed bedeeld uit. Op veel plaatsen ligt meer dan 1 meter. En zelfs in het Tiroler Unterland is echt wel veel sneeuw gevallen. En wat verder opvalt is dat ook Zuid-Duitsland goed meedoet. U heeft de berichten waarschijnlijk wel gezien. In Zuid-Duitsland, in de buurt van München, is toch al zomaar eens, ja, 40 centimeter gevallen. Bijzonder grote hoeveelheden voor begin december. Was de laatste jaren echt wel anders. En ja, gaat er dan nog veel sneeuw bijvallen de komende dagen? Nou, ik heb even het Amerikaans weermodel erbij gepakt. En dan zien we hier aan het eind van deze maandag een behoorlijke pluk met sneeuwval in de Franse Alpen terugliggen. En die sneeuwval die trekt richting Zwitserland en Italië. Daar gaat dus de komende 12 tot 24 uur weer opnieuw wat sneeuw bijvallen. Veelal 20 tot 30 centimeter. En in de loop van woensdag bereikt een volgend plukje met een aantal sneeuwbuien ook Oostenrijk. Maar daarna is het toch even een tijd lang rustig met een hoge drukgebied. Dus is donderdag echt wel mooi wintersportweer. Maar we zien ook op vrijdag en vooral op zaterdag een zwakke storing over de Alpen heen trekken. Met af en toe wat sneeuwval, maar ook kans op wat ijzel. Want er komt langzaamaan toch echt wel wat zachtere lucht de Alpen binnen. En vooral volgende week krijgen we te maken met depressies uit het westen. Ja, dan is nog maar even de vraag of het ook echt wel koud winterweer blijft in de Alpen. Nou, hoeveel sneeuw gaat er dan precies vallen? Ik laat het hier zien met het model van Icon. Dan zien we dat er vooral in de Franse Alpen, als ook in het zuidwesten van Zwitserland, er zomaar weer eens, ja, 20 tot 30 centimeter bij kan vallen. En op woensdag valt er, ja, aan de noordkant van Oostenrijk toch wel weer een laagje sneeuw erbij. Als we nog even kijken naar Winterberg, dan zien we ook in Winterberg toch weer wat sneeuw erbij vallen. Maar ja, het wordt daar ook zachter komende week. Dus de skiliften zullen daar wel wat, de skipisten zullen daar echt wel wat moeilijker krijgen. En wat verder opvalt is dat het in de Dolomieten echt wel een stuk droger blijft. En daar is al vrij weinig sneeuw gevallen. Dus dat is echt wel even een beetje het buitenbeentje van de Alpen op dit moment. Als we nog wat meer in detail kijken naar hoeveel sneeuw er precies gaat vallen, ja, dan zien we die hoeveelheden weer opnieuw snel oplopen. Het zijn niet die hoeveelheden die we dus van het weekend hebben gehad. Maar met 10 of soms 20 centimeter op sommige plaatsen gaat er echt nog wel een aardig laagje bijvallen. En vooral komend weekend zien we de hoeveelheden in Zwitserland, als ook in de Franse Alpen, toch wel weer mooi oplopen richting 30 tot lokaal 40 centimeter. En ook nu zien we dus weer die Dolomieten die echt wel minder bedeeld zijn. En ook, ja, Carinthië en Steiermark blijven toch echt wel een beetje achter. Maar voor de rest is het dus overal echt wel veel sneeuw weer dat erbij valt. Dus het blijft voorlopig nog echt wel even koud winterweer deze week. Nou, ik heb ook nog even de 1500 meter hoogtetemperatuur erbij gepakt. En dan zien we dat de Alpen keurig in die, ja, toch wel wat koudere lucht blijven liggen. Blijft de hele week nog koud met een lage drukgebied die in de loop van de week voorbij trekt. En dus die sneeuwbuien nog veroorzaakt. Maar we zien ook dat vanuit het westen zachtere lucht erin komt. Maar het lukt nog niet helemaal. Want het heeft te maken met een groot hoge drukgebied hier naast me, boven Rusland. Die als het ware die, ja, depressiedruk nog tegenhoudt. Maar vanaf het weekend, ja, dan lukt het dan toch die zachtere lucht om te winnen. En dan zien we die temperaturen helaas op 1500 meter hoogte in de, ja, boven nul uitkomen. We moeten toch rekening houden met dooi tot 2000 meter. Dus tot aan zaterdag blijft het nog koud winterweer. Maar daarna komt dus echt die zachtere lucht erin. En dan is het begin volgende week toch even de vraag hoe mooi je sneeuwlaag op de pistes blijft.
Boven de 2000 meter is eigenlijk vrij weinig aan de hand. Maar daaronder wordt het toch echt wel even wat minder. Maar ik heb ook goed nieuws. Want op de laatste kaart zien we een laag drukgebied hier bij Scandinavië nestelen. En daaromheen zakt dan weer koudere lucht af. En er zijn ook signalen dat het later volgende week toch wel weer wat koude winterweer kan worden. Nou, nog even kort samengevat. Vooral in de zuidwestelijke Alpen valt behoorlijk wat sneeuw. Dan moeten we toch rekening houden met 30 of lokaal 40 centimeter sneeuw die er dan weer bij komt. Komende week is het nog vrij koud winterweer. Ik had het nog niet vermeld, maar tijdens nachten met helder weer kan het zomaar min 10 of min 20 worden in de dalen. En vanaf het weekend, ja, dan wordt het toch tijdelijk wat zachter. En is het even de vraag of we dit soort mooie beelden zoals hier achter me nog blijven zien. Tot de volgende keer.